Het Niederwaldmonument, Duits, Niederwalddenkmal, is een monument in het Niederwald, nabij Rüdesheim am Rhein in Hessen, Duitsland, gebouwd tussen 1871 en 1883 ter herdenking van de eenwording van Duitsland. Het monument bevindt zich in de Rijnkloof, een groter UNESCO-werelderfgoed. Het kijkt uit over de Rijnvallei en de stad Bingen aan de andere kant. Het monument werd gebouwd ter herdenking van de oprichting van het Duitse Rijk in 1871 na het einde van de Frans-Duitse Oorlog. De eerste steen werd gelegd op 16 september 1871 door keizer Wilhelm I. De beeldhouwer was Johannes Schilling en de architect was Karl Weibach. De totale kosten van het werk worden geschat op 1 miljoen goudmarken. Het monument werd ingehuldigd op 28 september 1883. Het 38 meter hoge monument vertegenwoordigt de Unie van alle Duitsers. De centrale figuur is de 10,5 meter hoge Germania-figuur. Haar rechterhand houdt de teruggevonden kroon vast en haar linkerhand houdt het keizerlijke zwaard vast. Onder Germania bevindt zich een groot relief waarop keizer Wilhelm I te paard staat afgebeeld met de adel, legercommandanten en soldaten. Op het relief staat de tekst van Die Wacht am Rhein, Wacht op de Rijn, gegraveerd. De rechterkant van het monument wordt beschouwd als het vredesbeeld, terwijl de linkerkant wordt beschouwd als het oorlogsbeeld. Het Niederwald is een brede heuvel aan de rechteroever van de Rijn, gelegen naast de zijrivier Wisper, tegenover Bingen am Rhein. De heuvel vormt de zuidwestelijke top van het Taunusgebergte. De top is bedekt met een dicht bos van eiken en beuken. De zuidelijke en westelijke zijden, die scherp afdalen naar Rüdesheim am Rhein en Assmanshausen, zijn bedekt met wijngaarden. Het monument bevindt zich aan de rand van het bos, op de top van de heuvel boven Rüdesheim. Rüdesheim am Rhein is een Duitse wijnstad in de Rijnkloof en maakt deel uit van het UNESCO-werelderfgoed in deze regio. Het ligt in de wijk Rijnkautaunuskreis in de regeringsbezirk in Darmstadt, Hessen. Bekend als Rüdesheim, het is officieel Rüdesheim am Rhein, om het te onderscheiden van Rüdesheim en Dernahe. Het is een belangrijke toeristische attractie, vooral voor buitenlandse bezoekers. Rüdesheim ligt aan de voet van het Niederwald aan de rechteroever van de Rijn in het wijngebied Rheingau. De stad behoort tot de Rijnoever van Frankfurt en tot de werelderfgoedlocatie Rijnkloof, waardoor het een van de grootste toeristische attracties van Duitsland is. Het heeft een schilderachtige oude stad, gelegen in het Rheingau-landschap gevierd in Rijnromantiek. Rüdesheim am Rhein als een gemeente bestaat uit 5 kwartalen, Rüdesheim am Rhein,
eerste deel en centrum. Eibingen inclusief Windeck, Eibingen Abbey en Notkottes Asmanshausen. Alhausen inclusief de voormalige abdij van Marienhausen en Sint-Vincentstift. Pressberg. Asmanshausen, Alhausen en Pressberg hebben de status van een ortsbezirk. Centraal Rüdesheim en Eibingen vormen een gecombineerde vierde ortsbezirk. Rüdesheim grenst in het noorden en noordwesten aan de stad Lorch, in het oosten aan de stad Geisenheim. Op de linkeroever van de Rijn in Rijnland-Palts kijkt Rüdesheim uit op de stad Bingen in het zuiden en de dorpen Wailu en Trechtingshausen in het zuidwesten. Rüdesheim is verbonden met de linker Rijnoever door een veerboot voor voetgangers en één voor auto's. Het gebied werd eerst geregeld door de Kelten, daarna na de afwisseling van de christelijke era door Ubi en later door Matthiaci. In de eerste eeuw drongen de Romeinen voort naar de Taunus. In Bingen bouwden ze een castrum en aan de andere kant, in de buurt van wat nu Rüdesheim is, lag een bruggenhoofd op weg naar de Limes. De Romeinen werden gevolgd door de Alamanni en gedurende de migratieperiode migreerden de Franken naar de regio. Archeologische vondsten van glas uit deze tijd suggereren dat er al wijnbouw was in Rüdesheim. De oorsprong van de stad als een Frankische Haufendorf, vertaald ongeveer Klompdorp, is nog steeds te zien op de stadsplattegrond van vandaag. Hallo, bedankt voor het kijken naar deze productie van JN Productions. Ik hoop dat u ervan heeft genoten. U kunt abonneren door op de logo in de rechter benedenhoek te klikken. Alvast van harte bedankt en tot ziens.